Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Businessclub Hogeveen. Na twee voetballoze weken moest Hogeveen de draad weer zien op te pakken. Thuis tegen TOGB uit Berkel en Roderijs. En dat lijkt te lukken. Eerste minuut, Rafael Gendekumana. En die stuit op doelman Moreno Zwarteveld. De tegenstander zit de laatste week in een mindere fase na een sterke competitiestart. Toen leek het de enige volger te zijn van Hogeveen. Nou, nu is men afgezaakt naar de middenmoot. Hier de voorzet. En het ziet er niet goed uit bij Hogeveen achterin. En is het Bas Maurits, de oudspeler van Barendrecht, die de ploeg uit Berkel en Roderijs op een 0-1 voorsprong brengt. De eerste mogelijkheid was dus voor Hogeveen, maar de eerste treffer voor Theo Gibbe. Maar goed, Hogeveen heeft vaker met dit beltje gehakt dit seizoen en kwam dan vaak terug van een achterstand. Hier opnieuw Maurits. Gaat dan liggen, ja, iets te makkelijk in het zicht van scheidsrechter Douwe Pals. En die vindt het geen strafschop. Maar de gasten gaan door. Sito Sla. Met de voorzet en die gaat maar net over Max Lefevre heen. En zo start Theo GB goed. Kwartier gespeeld. Giorgio Beltau. Veel spelers bij Hogeveen terug van blessures. En dan hier de bal op Vin van Kommer. En in de tweede instantie scoort hij de gelijkmaker. En is de schade weer hersteld. Ja, Veldmaat weer terug van een blessure. Menno Hiekes weer terug van een blessure. Maar het zijn wel spelers die natuurlijk ritme missen. Maar hier wel de gelijkmaker. En dat bood natuurlijk weer perspectief voor de ploeg van Nico Haak. Die tot vanmiddag nog steeds niet verloren had. Opnieuw Theo GB. De inzet in de handen van Stan Meekhoff. Dan Menno Hiekes. Van achteren onderuit gehaald door Bas Maurits. En dat is de terechte gele kaart. Maar het liep niet bij Hogeveen. Ja, natuurlijk de duels tegen Emmen, de Zoelhaven ook al gelijk. Wel gewonnen van Alcides. Maar er zit duidelijk zand in de motor de laatste weken bij de ploeg van Nico Haak. De flow, die is er niet meer. Hier ziet Osla. 25e minuut. Vindt Guus Stierneman. Legt hij wel terug. Meekhoff los. Ja, en dan is het een koud kunstje voor Sitor Sla. En hij brengt Theo GB weer op voorsprong. Gezien het spelbeeld ook niet onverdiend. Maar knullig natuurlijk hoe Hogeveen hier aan het verdedigen is. En het begon natuurlijk al met het balverlies op het middenveld. 36e minuut. Ja, Hogeveen kwam nauwelijks aan voetballen toe. Noah Schuurman, Vin van Kommer, Jim Veldmaat. Ja, dat was natuurlijk een belangrijke nominatie geweest voor het doelpunt van het jaar. Maar hij gaat er niet in. Een van de spaarzame momenten van Hogeveen. Opnieuw Veldmaat. Gendekumana wordt dan aangetikt. En als er dan geen voordeel is, fluit de scheidsrechter Douwe Pals alsnog. Vrije trap. Met Menno Hiekes achter die bal. Menno Hiekes. En uitstekende redding van Moreno Zwarteveld. In de rebound vindt Van Kommer in het zijnet. Gaan we naar de tweede helft. Theo GB krijgt natuurlijk ruimte nu. Guus Stierneman. En daar tikt Meekhoff die bal over het doel. Maar de beginfase is dus nu opnieuw voor Theo GB. En dan hebben we inmiddels al een uur gespeeld. Spelbeeld verandert niet. Theo GB nauwelijks in de problemen. Vin Ameling. Valt die bal zomaar voor de voeten van Bas Maurits. En dan is het 1 tegen 3. En komt de eerste nederlaag van Hogeveen wel heel dichtbij.
Engbert verliest het duel. En dan bal voor de voeten van Maurits. Die ja, Noah Schuurman te slim af is. En hangt een grote verrassing dus in de lucht. Zeker gezien het spel van Hogeveen. Maar dan Beltouw. Ligt de bal terug. En het schot van Tom Hierkes. Wat maar net naast gaat. En dan is het weer de ploeg uit Bijlkel en Roderijs. Van Verdel. Ligt die bal terug. Ja, en dan weet niemand die bal te raken. Maar is het wel weer een grote mogelijkheid voor TOGB. Dan gaan we naar de slotfase. 89e minuut inmiddels al. Schrever. Kende Kumana. Beltouw met de uithaal. Ja, Theo GB, dat loerde natuurlijk op de counter. Maar ging er eigenlijk niet helemaal goed mee om. Hier goed verdedigen door Engbus. En dan het schot van Sla en de uitstekende redding van Meekhof. En vervolgens is het buitenspel. Dan de vrije trap van Joost Kreven. Want er gebeurde van alles in die slotfase. Bal voor de voeten van Noah Schuurman. Ja, kijk hier. De showduik van doelman Moreno Zwarteveld voor de camera. Nou goed, het mag bij een 1-3 voorsprong. Ja, moet Hogeveen worden nagegeven. Men gaf niet op. Hier Beltouw op Lievel van Dijk, 90ste minuut. En dan is het 2-3 en is zowaar de spanning nog weer terug. Want het spel heeft een aantal keren stilgelegen, dus we krijgen nog wat blessuretijd. Van Dijk doorgeschoven naar de spits. Lange tijd had het geen effect, maar in de slotfase dus wel. Blessuretijd. Kjeld Engbus. Joost Krever, 5e minuut van de blessuretijd. Krever legt aan. Oh, twijfelt denk ik tussen een schot en afleggen. Wat een mogelijkheid nog op de 3-3 voor Hogeveen. Zou niet verdiend zijn geweest, maar ja, wie zou daarom malen bij de thuisploeg? Is het nog niet afgelopen. Kjeld Engbus strooide met mooie passes in de slotfase. Kende Kumana. Krijgt die bal naar voor. Kopbal Lievel van Dijk. Komt net niet goed uit. Jongen. Nou, dan nog een keertje. Noah Schuurman. Opnieuw van Dijk. En ditmaal in de handen van Zwarteveld. Ja, en dan is het ook afgelopen. Leidt Hogeveen de eerste nederlaag van het seizoen. En ziet het ineens ook bikwik voorbij gaan. Maar heeft het wel 2 wedstrijden minder gespeeld dan de ploeg uit Haren die nu 1 punt voor staat. Vreugde bij TOGB. Mag ook wel. Ploeg kende een zeer moeilijke fase met onder andere veel blessures. Maar stunt hier dus tegen de koploper. Eindstand Hogeveen TOGB 2-3.